Ik ben Jolanda, ik ben 35 jaar getrouwd met Wim en samen hebben wij 4 kinderen, 3 jongens en een meisje. Toen Richard 4 maanden oud was, ontdekte ik dat hij erg slap was. Ik merkte ook dat zijn pupillen van zijn ogen erg hoog stonden. Uiteindelijk kwam als resultaat uit de onderzoeken dat een deel van zijn hersenen was beschadigd. De reactie van de mensen om je heen, die was verschrikkelijk. Vrienden, kennissen, die bleven weg. Mensen die een praatje met mij maakten, die keken niet naar hem als hij in het wagentje zat. Ik dacht, waarom doe je dat niet? Het is toch ook een lief mannetje. En ja, het is mijn kind en ik hou van hem en ik kon het eigenlijk niet verdragen dat anderen hem gingen mijden. En ik deed ook al het mogelijke om te zorgen dat Richard door anderen niet zo als iemand met een beperking gezien werd. Dat ze vooral niet zagen dat hij aangepaste schoenen had, dat ik hem zo goed mogelijk rechtop hield. Je kunt je verdriet nog niet delen met een ander. Dus, en je wilt ook niet dat een ander ziet wat jouw zorgen zijn. Je schermt hem helemaal af. Je houdt hem echt ontzettend dicht bij je. Ik wist dat hij uit huis moest gaan omdat het voor hem heel goed zou zijn. Dat hij het heel graag wilde en dat het voor ons ook eigenlijk gezond was als hij uit huis ging wonen. Nou, Richard vond het geweldig, ik vond het verschrikkelijk. Het was mijn kind, ik wist hoe ik met hem om moest gaan. En ik was ervan overtuigd dat een ander dat niet kon. Moeders willen niets liever dan dat hun kind net zo verzorgd wordt als dat zij dat zelf doen. En daar proberen we heel goed naar te luisteren en dat ook te doen. Maar we kunnen nooit een moederrol vervangen. We zijn en blijven begeleiders. De een doet het niet beter als de ander, maar je bent anders. Ik keek ook heel erg waanend van, doen ze het wel precies hetzelfde en gaat het allemaal wel goed? En als het niet goed ging, dan trok ik aan de bel en dan gaf ik ze dus een goed bedoelde hint van, nou, ik heb het altijd zo gedaan. En dan in de veronderstelling dat hun het dus ook maar zo zouden gaan doen. Zij had bepaalde ideeën over de zorg die Richard zou krijgen. En die verwachtingen komen niet altijd uit, want sommige dingen gaan gewoon anders als dat je thuis woont. Ik heb eigenlijk als moeder altijd mijn best gedaan om Richard niet te confronteren met de dingen die hij niet kon. Ik zette altijd zijn bord voor zijn neus met het vlees gesneden. En toen hij op zichzelf woonde, zette de begeleiding het bord met vlees en mes en vork voor zijn neus. Ga je gang. Het wordt een soort emmer die overloopt. Hè? Ik bedoel, er zijn dingen die gewoon niet goed gaan en dan komen er dingen bij. Een menselijke reactie is dan dat je dan terug gaat trekken. Zeg maar, ouders doen dat, begeleiders doen dat ook. En dat betekent dus dat je niet dus meer met elkaar communiceert. Ja, ik was er boos over, want ik merkte aan Richard dat hij daar ontzettend onrustig en verdrietig van werd. Nou, en als je ziet dat je kind niet goed in zijn vel zit, dan maakt het jou ook ontzettend verdrietig en heel erg boos. Ja, je instinct zegt als moeder zijnde, ik haal hem op. En je verstand zegt, het kan niet. Je hebt de stap gezet, Richard heeft de stap gezet, je moet nu door. Eigenlijk zit er gewoon achter heel veel boodschappen, zit eigenlijk een andere boodschap. Want eigenlijk proberen ouders met heel veel dingen ook te zeggen van, we hebben er gewoon heel veel pijn en verdriet van dat ons kind gehandicapt is. En daar is in het verleden denk ik te weinig oog voor geweest en hebben we daar nu hele open gesprekken over. Dit zijn je eigen emoties waar je dan op vastloopt. Het is mijn eigen verdriet. Ik wilde Richard zoveel mogelijk bij me houden omdat ik dacht dat hij daar gelukkig van zou worden. Maar ik ontdekte dat hetgene wat hem gelukkig zou maken, dat is dat hij gewoon zou zijn, dat ik hem dat niet kon geven. En dat dat voor mij het moeilijkste van het proces is geweest. Dat ik hem niet zou kunnen blijven beschermen en weghouden van de ontdekking dat hij toch anders is dan een ander. Dat verdriet gaat niet weg, want je kind blijft gehandicapt.
Alleen je moet er op een andere manier leren als ouder, denk ik. Ik ben natuurlijk geen ouder, leren mee omgaan. En krijgt het een andere plek. Loslaten kun je hem nooit. Maar je hebt geleerd dat je hem op een andere manier vast kunt houden. Omdat je er voor hem bent als moeder. En een ander heeft een heel groot deel van jouw zorgen overgenomen. Dan kun je er zijn als moeder en van hem genieten, omdat je ziet dat hij gelukkig is. En dat kun je nu? En dat is nu, ja. Absoluut.